De rust bij het bakovenbedrijf FAI is voorlopig teruggekeerd. Dat zegt vakbondsman Dayanand Dwarka. Het Belgische moederbedrijf Univeg, dat de leiding over FAI had, trok zich in februari terug uit Suriname, met als gevolg dat het bakovenbedrijf in problemen kwam. De toekomst van de werknemers was onzeker en hun salarissen konden niet op tijd worden uitbetaald. Er werd ondertussen keihard gewerkt om de productie in stand te houden en het bedrijf weer gezond te maken. Dwarka zegt dat er met man en macht wordt gewerkt om de Caribische markten te behouden. We proberen op dit moment het bedrijf, de status quo van het bedrijf te handhaven. Dat de arbeiders aan het werk zijn, dat er enige mate van productie is. Niet gewenst en ideaal. Dat wij toch wel de markt die we hebben in het Caribisch gebied, dat we dat niet verliezen en dat we dat kunnen blijven exporteren. Wanneer de omstandigheden toch wel ten positieve zullen veranderen, onder normale omstandigheden, dan zal het makkelijk zijn wanneer er sprake is van een draaiend bedrijf om zeg maar een doorstart te maken met het bedrijf, eventueel met een andere investeerder. Maar gewoon sluiten op dit moment zou betekenen dat dit bedrijf zodanig onaantrekkelijk wordt voor een eventuele investeerder, dat wij met veel moeite en misschien helemaal niet een doorstart zouden kunnen maken en dat hiermee dit een einde zou betekenen voor de bakovenindustrie in Suriname. En dat zou een grote zonde zijn. Hoewel Univeg zich teruggetrokken heeft, zijn de juridische en administratieve zaken nog niet afgewikkeld, zegt Dwarka verder. Zodra dat is gebeurd, zal er worden uitgekeken naar andere investeerders. Er zijn een aantal afspraken gemaakt, ook op afstand, waarbij het moederbedrijf een leiding hier heeft aangesteld, welke dus nu de verantwoordelijkheid heeft van de bedrijfsvoering. Maar er waren afspraken met betrekking tot een afwikkeling. Als een bedrijf zich terugtrekt, dan moet hij op een ordentelijke wijze de aandelen en de verantwoordelijkheden en alles wat er is van het bedrijf, moet hij met de andere partner natuurlijk op een correcte wijze dat afhandelen en overdragen. U weet dat de regering niet alleen maar een regering is, maar ook 10% aandeelhouder is van dit bedrijf. En tussen die twee aandeelhouders moeten zaken dus op een correcte wijze worden afgewikkeld. Daar is er natuurlijk met die hele situatie met betrekking tot corona stagnatie opgetreden. Omdat pas wanneer de aandelen zijn overgedragen aan de staat Suriname, zijn er dus de andere aandeelhouder. Dan pas kunnen wij gezamenlijk gaan kijken van wat gaan we doen met het bedrijf. Vakbondsman Dayanand Dwarka van het bakovenbedrijf FAI. Hij sprak over de verwikkelingen vanaf het moederbedrijf Univeg zich had teruggetrokken.